Focus hier en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Als je begint met beleggen heb je natuurlijk het doel om zoveel mogelijk vermogen op te bouwen. Maar dan gaat een hele lange tijd overheen. Maar ik ben van mening dat de eerste stappen het moeilijkste zijn. Want in mijn optiek is de eerste 100.000 euro aan vermogen opbouwen een stuk moeilijker dan je eerste 1 miljoen euro. In deze video wil ik daar wat dieper op ingaan, dus laten we snel beginnen met de video. Helaas is Charlie Munger in 2023 overleden, maar dat betekent natuurlijk nog niet dat het advies wat hij in al die jaren heeft gegeven meteen de prullenbak in kan. Ik denk nog steeds dat heel veel mensen wat aan zijn advies hebben. En die is ook van mening dat de eerste $100.000 zonder hulp van buitenaf het moeilijkste onderdeel is van het opbouwen van vermogen. Vervolgens zal de eerste 1 miljoen de volgende grote stap zijn. Want dat zou inhouden dat een persoon elke maand minder moet uitgeven dan dat er binnenkomt. En op een bepaald moment is er dan sprake van een sneeuwbaleffect en dan gaat het steeds harder en harder. Maar op het punt te komen dat het sneeuwbaleffect daadwerkelijk in werking gaat, is heel veel discipline nodig. En daarom ben ik dus van mening dat die eerste 100.000 euro een stuk moeilijker is dan je eerste 1 miljoen. En in deze video ga ik dat dus allemaal uitleggen, want het is niet zo dat het op een bepaald moment alleen maar het sneeuwbaleffect het een stuk makkelijker maakt om tot je 1 miljoen te komen. Want als we namelijk eventjes kijken naar de eerste $100.000 aan vermogen opbouwen met $10.000 per jaar tegen 7% rendement, zie je dat het 7,84 jaar duurt voordat je die eerste $100.000 aan belegd vermogen hebt bereikt. Maar wetende dat je $10.000 per jaar investeert en het duurt 7,84 jaar, dan is van die eerste $100.000 bijna $80.000 eigen inleg. Dus je ziet het resultaat niet direct. En heel veel mensen zijn gebaat bij direct resultaat, dat je direct ziet waar je het voor doet. Want als je bijvoorbeeld kijkt aan het begin van het tweede jaar, is je belegd vermogen $20.700. Maar weten dat je $10.000 per jaar investeert, is er slechts $700 rendement. Dus op dat moment kan je bij jezelf denken van ja, waar doe ik het allemaal voor? En $10.000 per jaar, dat is natuurlijk nog steeds een serieus bedrag. Er zijn heel veel beleggers die dat natuurlijk niet voor elkaar krijgen en het misschien moeten doen met $5.000 per jaar. Dan zal het natuurlijk nog wat langer duren en dan is er nog meer discipline nodig. En dat is heel erg pittig, want vooral het uitstellen van resultaat, want ik kan wel zeggen van over 25 jaar als je blijft beleggen kan het resultaat fantastisch zijn. En er zijn verschillende voorbeelden en onderzoeken dat je bij jezelf denkt, zo, dat wil ik ook wel. Maar in de eerste paar jaren is het heel erg lastig om door te blijven gaan. Want we zagen het namelijk ook in 2020 en 2021, er staat iedereen binnen, iedereen had geld over en beleggen werd heel erg populair en het rendement op de aandelenmarkt was fantastisch. In 2022 zag je de rente omhoog gaan. En de aandelenmarkt maakte een behoorlijke daling mee. En dat zorgde ervoor dat heel veel beleggers dachten, ja, wacht eens even, hiervoor ben ik niet aan het beleggen, ik kap er lekker mee. Want als ik inderdaad nu al dat rendement weer heb ingeleverd, kan het jaren duren voordat ik weer op hetzelfde punt sta. En dat zorgde dus voor dat heel veel mensen vroegtijdig de handdoek in de ring gooien. Dus de mindset, die ontwikkel je vooral in de eerste $100.000. En als je die eerste $100.000 of €100.000, maakt natuurlijk niet zo heel erg veel uit, hebt bereikt, dan heb je dus die eerste stap al gezet en heb je dus een mindset ontwikkeld waardoor het een stuk makkelijker is om vervolgens door te blijven gaan. Maar als jij nu gaat beginnen, moet je al die stappen nog zetten. Je moet discipline ontwikkelen, doorzettingsvermogen, etc. Je moet materie gaan lezen, je moet ervoor zorgen dat je blijft beleggen. Dus dat je niet denkt, weet je wat, ik geef gewoon uit waar ik geld aan uit wil geven en als er aan het eind van de maand nog wat overblijft, nou dat investeer ik dan. Terwijl je het eigenlijk gewoon moet omdraaien. Als jij een bepaald bedrag voor ogen hebt, of dat nou €50 is of €500, zorg ervoor dat het een prioriteit is en dat je dat elke maand investeert. Want als jij het juist andersom gooit en je denkt, nou aan het einde van de maand zie ik wel wat er overblijft en op de 29e zie jij, hé, dat is €250, nou weet je wat, dan is het inderdaad wel een keertje lekker om het thuisbezorgje te doen. De dag erna denk je bij jezelf, ja, gisteren was het ook wel heel erg lekker, dan laat ik eens kijken of ik ook ergens anders wat kan halen. En dan blijft er dus aan het einde van de maand niet zo heel erg veel over, omdat het beleggen dan niet echt een prioriteit is. Het is meer van, nou, als er wat overblijft, dan investeer ik het wel. Terwijl als jij het omdraait, dat je bij jezelf denkt, wat er ook gebeurt, ik moet dat geld investeren, dan gaat het gewoon een stuk makkelijker en zal je inderdaad ook zien dat je elke maand daadwerkelijk dat bedrag kan beleggen. En in een andere situatie is het elke maand weer anders. Er zal een maand zijn dat je misschien een keertje €100 belegt en vervolgens 3 maanden niet,
want op de aandelenmarkt gaat het ook nog niet heel erg goed. Dus je krijgt door dat het geld wat je hebt geïnvesteerd in de maanden ervoor nu inderdaad alweer in het rood staat. Dan is het al heel erg makkelijk dat je denkt aan het einde van de maand, ja, ik kan die 100 euro wel investeren. Weet je wat, ik ga lekker uit eten. Dus daar moet je inderdaad altijd voor oppassen. Dus die mindset, ja, dat is gewoon heel erg belangrijk. En als je die eerste 100.000 voor elkaar hebt gekregen, dan zit het met die mindset ook wel goed. Want daar is gewoon behoorlijk wat voor nodig. Ik ga echt niet zeggen dat die 100.000 euro hartstikke makkelijk is. Ik ben zelfs van mening dat het allermoeilijkst onderdeel is van het opbouwen van vermogen. Want na die eerste 100.000 euro gaat het steeds wat sneller. En hier ga je natuurlijk uit van $10.000 per jaar tegen 7% jaarrendement. Het kan natuurlijk zo zijn dat je niet aan die 10.000 per jaar komt. Dat kans is zelfs heel erg groot, want 10.000 per jaar is ook wel flink bedrag. En als jij het bijvoorbeeld moet doen met 5.000 of met 2.500 euro, ja, dan kan je natuurlijk niet omheen dat het steeds langer duurt. Dus naarmate het steeds langer duurt om die 100.000 te bereiken, zal je zien dat het steeds moeilijker begint te worden. Vandaar dus dat je ziet dat ook heel veel beleggers heel erg druk bezig zijn om meer inkomsten te genereren, veel te besparen, zodat die eerste 100.000 maar behaald kan worden. Want die eerste 100.000 is het allermoeilijkste wat er is als je kijkt naar je pad van vermogen opbouwen. En voordat ik overga op nog meer informatie om aan te kaarten waarom de eerste 100.000 moeilijker is dan de eerste miljoen, mocht je op zoek zijn naar een platform te gaan beleggen, ik beleg bij de Giro zoals de meeste Nederlanders en op dit moment loopt er een speciale actie via de link in de beschrijving, want als je registreert voor 31 januari krijg je gemaakte transactiekosten tot en met 29 februari terug met een max van 110 euro. Zie deze video na 31 januari, kan het nooit kwaad om alsnog op het linkje te drukken. Kans is groot dat er op dat moment een andere actie loopt. Dus in de beschrijving staat zo'n linkje. Registreer via dit linkje, maak je gebruik van de actie. Daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg vergoeding voor deze samenwerking. Kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken, zal ik natuurlijk altijd waarderen. Goed, we hebben vastgesteld, de eerste 100.000, daar gaat heel wat tijd overheen. Namelijk 7,84 jaar als je uitgaat van $10.000 per jaar tegen 7% rendement. Maar wat nou van 100.000 naar 200.000? Dan zie je al dat het een stukje sneller gaat. Want als we inderdaad zien, hier dit tweede gedeelte is van $100.000 naar $200.000, gaan we natuurlijk voor het gemak wel uit van opnieuw $10.000 per jaar tegen 7% rendement, dan duurt het 5,10 jaar. En het heeft ermee te maken dat je natuurlijk ook rendement meemaakt op het bedrag wat je in al die jaren daarvoor al hebt geïnvesteerd. Want als je inderdaad kijkt van jaar 1 tot jaar 2, dan heb je natuurlijk alleen rendement over het geld wat je in 1 jaar hebt belegd. Maar als je bijvoorbeeld gaat naar jaar 10 bijvoorbeeld, dan heb je natuurlijk rendement over al die jaren dat je inderdaad die $10.000 per jaar al hebt geïnvesteerd. Dus het gaat steeds sneller en sneller. Want van $100.000 naar $200.000 gaat 35% sneller dan van 0 naar $100.000. Maar het is natuurlijk nog steeds zo dat die eerste $100.000 daarom zo heel erg belangrijk is. Want vanaf dat punt gaat het steeds makkelijker en makkelijker. Want als we vervolgens kijken naar de eerste $500.000, zie je dat het steeds sneller en sneller gaat. Terwijl het belegd bedrag per jaar precies hetzelfde blijft en het rendement ook. Dus er verandert helemaal niks. Maar op een bepaald moment is er gewoon sprake van rente over rente. Dus je ziet dat het steeds sneller en sneller gaat. Want van $100.000 naar $200.000 was natuurlijk al een stuk sneller dan die eerste $100.000. Maar als je kijkt van $200.000 naar $300.000, dat is slechts 3,78 jaar. Dus je ziet dat het twee keer zo snel gaat dan in het eerste $100.000. En het is natuurlijk niet zo gek dat het dan steeds sneller en sneller gaat. Bijvoorbeeld $400.000 naar $500.000 is slechts 2,5 jaar. En als je zelfs kijkt naar de eerste miljoen, zie je dat het steeds sneller en sneller is gegaan. En dat je van $600.000 naar een miljoen, dat duurt 6,37 jaar. Terwijl we weten dat van 0 naar 100.000 7,84 jaar duurt. Dus dat geeft heel duidelijk aan dat die eerste $100.000... is gewoon heel erg pittig. En niet alleen omdat je op dat moment nog geen rente over rente ontvangt, maar ook omdat je op dat moment een mindset moet ontwikkelen dat je weet dat beleggen heel erg interessant is, terwijl je op dat moment nog niet direct een resultaat ziet van de acties die je onderneemt. Kijk, sta je op een bepaald moment op $500.000 en er is inderdaad sprake van een rendement van 7% 2 jaar op een rij en je maakt de sprong van $500.000 naar $600.000, ja, dan is het helemaal niet moeilijk om dat vol te houden, want er is namelijk een rendement van 50%.
30.000 per jaar. Ja, dan is het hartstikke makkelijk natuurlijk. Maar in die eerste paar jaar dat je eigenlijk amper rendement weet te ontvangen, ja, ga dan inderdaad maar doorzetten. Laat dan maar discipline zien. Daarom is die eerste $100.000 zo heel erg moeilijk. Kijk, iedereen wil natuurlijk op een bepaald moment van 900.000 naar 1 miljoen gaan in 1,35 jaar. Dat kan iedereen maar volhouden. Als ik nu tegen iemand zeg van, als jij nu gewoon ervoor zorgt dat je veel geld gaat investeren, beleg is ook een prioriteit, en in minder dan 1,5 jaar tijd verdien jij $100.000 aan vermogen. Dan denkt iedereen, nou weet je wat, dat lukt me wel, dat is niet zo moeilijk. Maar als je vervolgens zegt van ja, maar dat is eigenlijk alleen mogelijk als je de eerste stap al hebt gezet, dan zijn mensen nog wel geïnteresseerd van oké, wat moet ik dan ondernemen? En als je dan zegt oké, de eerste 100.000, ja, dat gaat 7,84 jaar overheen en moet je elk jaar $10.000 investeren en gaan we uit van een gemiddeld rendement van 7%. Dan zie je op een bepaald moment dat mensen denken van ja, ja, dat wordt toch wel lastig, dat duurt toch best wel lang. Maar er is ook een groep die denkt, oké, het maakt niet uit hoe lang het duurt, ik ga aan de slag. En dat is een grote groep met heel veel motivatie. Je ziet ook vaak dat beginnende beleggers echt staan te springen om inderdaad de aandelenmarkt in te duiken, persoonlijke financiën heel serieus te nemen. Maar alsnog zie je dat slechts een klein percentage het daadwerkelijk weet vol te houden. Dus je ziet het eigenlijk ook altijd met, bijvoorbeeld als mensen willen beginnen met sporten, of dat nou hardlopen is of fietsen. Mensen gaan allemaal duur materiaal aanschaffen, hebben een paar weken gefietst, het resultaat blijft een beetje uit en denken, nou weet je dat deze week niet. Vervolgens zijn er 2 weken niet. En vervolgens staat in 1 keer de fiets 3 maanden gewoon in de schuur wat stof te happen. En dat zie je dus ook gewoon op de aandelenmarkt. Heel veel mensen beginnen met de juiste intenties en beginnen inderdaad vermogen opbouwen op de lange termijn. Maar als het resultaat uitblijft, zie je dat op een bepaald moment wat twijfel begint te ontstaan en dat de prioriteit een beetje begint te verschuiven. En in die eerste 100.000 zie je vooral dat dat soort fouten het meeste worden gemaakt. Kijk, staat op een bepaald moment iemand al op $300.000 aan belegd vermogen, ja, dan zullen er niet zoveel fouten meer gemaakt worden. Er is heel veel ervaring opgedaan. In al die jaren is er natuurlijk ook een gewoonte ontwikkeld om inderdaad investeren heel serieus aan te pakken. Dus op dat moment zullen er niet heel veel fouten meer gemaakt worden. Maar er zijn er al gigantisch veel stappen gezet. En iedereen wil natuurlijk dat rendement meemaken. $400.000 aan vermogen opbouwen in 6,37 jaar. Wie wil dat nou niet? Maar daarvoor zijn wel gigantische stappen nodig. Dus in deze video wil ik je ook niet ontmoedigen dat je denkt na het zien van deze video van ja, het is inderdaad aangekaart dat die eerste 100.000 het moeilijkste is. Ik sta slechts op €4.000 aan belegd vermogen bijvoorbeeld. Dit gaat heel erg lang duren, het gaat hartstikke moeilijk zijn. Absoluut niet. Maar ik wil gewoon een realistisch beeld schetsen en ik wil ook gewoon heel duidelijk in kaart brengen van als je een doel hebt, wat moet je er dan voor doen? En daarom ben ik er dus ook gewoon eerlijk in dat die eerste 100.000 in mijn optiek gewoon een stuk moeilijker is dan van 100.000 naar 1 miljoen. Dat klinkt natuurlijk een beetje gek, maar ik heb natuurlijk in deze video duidelijk aangekaart waarom ik die mening heb. En ik denk dat heel veel beleggers die dus al wat langer bezig zijn en die $100.000 al een tijdje geleden gepasseerd zijn, die mening ook delen. Want op een bepaald moment, ja, het gaat gewoon vanzelf. En dat effect is echt fantastisch. Dat sneeuwbaleffect gaat je gigantisch veel rendement opleveren. Maar als ik kijk naar de beginfase, toen ik begon met beleggen, ja, toen was het heel erg pittig. Toen had ik ook nog niet de mogelijkheid om te beleggen wat ik nu beleg. Dus in die fase ging het gewoon een stukje langzamer. Kijk, als je nu kijkt naar mijn openbaar portfolio wat ik in 2021 ben begonnen. Dat tikt nu al langzaam richting de €100.000 aan. Dat heeft er vooral mee te maken dat ik veel kan beleggen per maand. Maar als ik terugga naar het begin, ja, toen moest ik het doen met €100 per maand. En 2 jaar later kon ik €250 per maand investeren. Dus dat zijn hele kleine stapjes. En op dat moment is het ook heel erg lastig om vol te blijven houden. Kijk, zeg je tegen iemand, nou, als je dit volhoudt, over 1 maand ben je 10 kilo afgevallen. Dan zijn mensen nog wel in staat om te denken, oké, 1 maand, dat lukt me nog wel. Maar als jij zegt, nou, over 16 maanden krijg je dat voor elkaar, dan wordt het in 1 keer allemaal een stuk lastiger. Daarom dat het heel erg belangrijk is om een plan samen te stellen, je eraan te houden, maar je ook in te zien dat het een lange tijd kan duren. Want je moet een realistisch beeld hebben van het opbouwen van vermogen en dan kan je er niet omheen dat die eerste 100.000 gewoon heel erg lastig gaat zijn. Want als we namelijk ook nog eventjes het laatste overzicht erbij pakken van deze video, geeft het eigenlijk nog duidelijker aan. Als je kijkt naar de eerste 1 miljoen aan belegd vermogen opbouwen met $10.000 per jaar tegen 7% rendement, duurt het bijna 31 jaar.
Maar als je ziet van hoeveel tijd ben je kwijt voor elke stap. En als je dan kijkt naar de eerste $100.000. Ja, een kwart van de tijd ben je bezig om die eerste $100.000 voor elkaar te krijgen. Terwijl als je inderdaad kijkt naar de laatste stap, slechts 4,4%. Dus dit geeft ook nogmaals aan dat het steeds makkelijker en makkelijker begint te worden. Kijk, het was misschien beter geweest als het aan het begin heel erg makkelijk was. Want er konden heel veel beleggers het heel makkelijk volhouden. En ook geeft het heel veel ervaring op doen. De kracht inzien van compound interest. En op een bepaald moment wordt het moeilijker. Maar dan is het makkelijker vol te houden. Omdat je weet wat het effect kan zijn. Maar nu is het eigenlijk andersom. Een beginnende belegger, ja, die heeft het zwaarst. En dat zorgt ervoor dus dat heel veel mensen die eerste $100.000 of euro dan in dit geval nooit zullen bereiken. En dat is natuurlijk hartstikke jammer. Daarom hoop ik ook met dit soort video's ervoor te zorgen dat mensen inzien dat het mogelijk is. En als je eenmaal die eerste €100.000 hebt bereikt, dat het steeds makkelijker en makkelijker gaat zijn. Zodat mensen toch kunnen volhouden. Want als jij bijvoorbeeld begint met beleggen, je hebt heel veel video's of artikelen niet gelezen. Ik denk, oké, €100.000 is mijn eerste doel. Dat heb ik een keer in een boek gelezen van Charlie Munger. En je ziet dat het maar niet opschiet. Dan kan het heel erg lastig zijn om je in te beelden van, nou, als ik kijk naar de komende jaren, zal het nog wel lastig zijn, maar op een bepaald moment, ja, binnen een 2-3 jaar ga ik €100.000 vooruit. Dat is heel erg moeilijk om op dat moment in te zien. Dus ik hoop met deze video ervoor te zorgen dat mensen het wat makkelijker volhouden en het uiteindelijk daar dus maximaal van kunnen profiteren. Want ja, het compound effect is echt fantastisch. Als je dat eenmaal gaat meemaken, ja, dan is het gewoon niet meer te houden. Dan gaat het sneller en sneller. En dan is er op een bepaald moment echt sprake van een sneeuwbaleffect. En voor je gevoel hoef je er dan niet heel veel meer voor te doen. Want op een bepaald moment gaat het gewoon allemaal vanzelf. Maar die eerste 100.000, ja, die is hartstikke lastig. Voor nu komen we wel aan het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet het zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij de volgende video. Later.